Ah, wat? Shit. Wat? Gooit je me nou weg met bom? Hallo. Hallo en welkom bij Nedernerds jongens. Welkom. Zoals jullie zien, we zitten in een andere setting. Dit is onze nieuwe kamer waar we gaan gamen. Dit is, we hebben een hele kamer ingericht speciaal voor het gamen. En het is gewoon super ideaal. We gaan nog wel een keer een toertje geven aan jullie. Maar we gaan nu weer gamen met Mario. En zoals jullie zien, ja, hebben we al levels gehaald die we eigenlijk niet gehaald hadden in de vorige aflevering. Ja. Nou, dat klopt. Want vorige week hebben jullie vast wel gemerkt dat we geen aflevering hebben geüpload. Er was iets misgegaan. Ja, nou, zoals jullie het niet gemerkt hebben, nou jongens, beter opletten op ons schema. Want elke woensdag hebben we een Mario aflevering, jongens. Maar, zoals je kunt zien, we hebben dus levels al gehaald, maar het is niet online gekomen. Nou, dat komt omdat er bij de opname iets totaal misging en dat betekent dat we eigenlijk gewoon een level opnieuw moeten gaan spelen. Dus yep. We gaan beginnen bij wereld 5-3. Volgens mij waren we daar gebleven voor de keer. Oh, en excuses, ik ben een klein beetje verkouden. We moeten hierheen. Waar gaan we heen? Oh yeah, dit is voor mij, dank je. Oké, perfect. Hier zitten nog bestjes in. Gaan we deze kant op? Oh nee, dus nu kunnen we niet meer boven. Oh nee, wacht. Oh, nu ben ik er ook in kwijt. Hier zitten nog bestjes in. Nog één. Wauwie. Wacht, ik moet even bij de muur samen. Oké. Oh yeah, ik heb hem. Oh yes. Oké, zit hier beneden nog een ding? Oh shit. Kom je snel. Kom je nog. Oh ja, maar hier is ook nog een ster. Nee, ik heb alle drie de sterren al. Ja. Ja. Sorry, ik moest wel. Fuck. Ja, ik had hem naar beneden zat hij. Ik snap ook niet waar hij terug ging lopen. Ja, ik dacht dat daar nog iets zat. Nee jongens, dat is allemaal een stempel ergens. Mm. Maar ja, weet je, die stempel dan, die hebben volgens mij vorige keer al gehaald. Ja. Goh, wie heeft er gewonnen? Wat een aparte verenigheid. Oh. Ik heb gewoon gewonnen. Nou, de vorige keer had ik hier ook gewonnen, dus het past wel een beetje, hè? Ja. Ja, nou dat is goed jongens. Kijk, ze zien, daar zat een paddenstoelenhuisje die hebben opgehaald. Ja, deze hebben we verslagen, deze... Ja, we gaan gewoon weer naar deze. Ja. Ja, prima. Dat was wel een mooi level. Ja, dat was wel een mooi level. Groot, heel groot was die. Ja. Dus dat was wel leuk. Lekker rond aan het lopen. Oh, ja. Oh, ik wil gaan met de knorren. Met de knorren. De knoen. Nou, dan mag jij dat kattenbelletje hebben daar zo. Ja. Maar dan wil ik wel de volgende hebben hoor. Nou, misschien. Alsjeblieft. Oké, omdat je het zo lief vraagt. Ja, soms doe ik dat wel eens. Oh. Even kijken, wat is hier? Nou, helemaal niks. Oké. Luigi, wacht op mij. Luigi, zit niet te dromen, jongen. Eet je pizza. Oké, ik kom al. Miauw. Miauw. Oh, wacht. Je hebt gelijk, hier zat nog een stelletje. Oh, ik heb je geholpen. Dank ik heb je geholpen. Vind je echt lief? Soms ben ik wel eens lief, jongens. Oké. Ja. Ja hoor, jongens. Dat was weer een mooi schot in de roos. Nou, nu zijn we bij dat gekke draaiende platform. Dan moeten we altijd een beetje opletten. Want die mieren die zijn echt sterk irritant. Oké. Muntjes. Ja hoor, ik ben er weer een muntjesblok. Oh, ben ik? Oh, wauw. Oh wauw, kijk al die muntjes die ik krijg. Ah, oh, super nice. Super nice, ik krijg een 8. Super nice. Super nice jongens. Oh kijk, ze gaat hem halen hoor. Ze gaat hem... Oh shit. Ah, ik had hem bijna. Vieze smeerlap. Oké, dat is een kanon. Die zijn we de vorige keer niet in geweest hè? Nee. Woehoe. Oh, oké. Ja, dat is lekker makkelijk. We hebben geen tijdsdruk, net zoals de vorige keer, toen was de tijd bijna op gang. Oh, ik dacht dat hij iets zat. Ik dacht het ook, maar nee. Ja, nee. Oh, oké, dan gaat hij. Boom! Boom! En dan hier even wachten. Oké, hier is een boom. En dan nog een keer boom. Boom! Kanonnen! Kanonnen! Oké, hier zit weer eens een ster, maar dat moeten we wel op een goede manier doen. Dus... Oké, ga jij maar door. Oh shit! Oh, wow, zag je dat? Ja. Holy snap, is to the bottom. Hartstikke idee.
Ik heb het gevoel dat ik dit level weer ga. Maar ik weet nog niet zeker, jongens. Vorige keer dacht ik ook dat ik gewonnen had. Ja, toen zat je dat was echt super kut, want toen zat ik echt zo van yes. Ja, dat was pijnlijk. Ik heb gewonnen. Dit keer wel. Oh, jongens. Zijn jullie ook al verkouden geweest trouwens? Want er zijn heel veel mensen al verkouden geweest. En ik heb nu precies hetzelfde, weet je. Ik heb nu last van mijn keel, moet hoesten, neus zit verstopt. Welke gaan we doen, die of die? Ik vind die wel leuk, die onder die snowloop level. Gaan we doen. Maar verkouden zijn is echt super kloten. Ik vind dat echt nog steeds een van de... Kijk, weet je, ziek zijn, weet je, dan weet je dat je echt niks te doen hebt. Maar verkouden zijn is altijd zo, blijft zo hangen, weet je wel. Oh, nice. Tanuki! Maar het is met koudheid ook altijd zo dat als je eenmaal volhoudt, dan gaat het dan vanzelf wel wat beter, zeg maar. Ah, nee! Yes! Ah, nee, ik had hem. Oh, fruit happen! Ik had hem. Als je, maar met verkoudheid vind je dat ook niet? Dat als je bij verkoudheid gewoon doet alsof er niks aan de hand is, dat het dan vanzelf wel goed gaat. Of ja, oh, fuck. Als je je best doet. Ik durf hier echt niet hard te lopen. Nou, dan doe je dat niet. Dan krijg ik het ook niet. Yes. Dan krijg ik die punten. Ja, maakt niet uit. Konijn. Ja, mag ik konijn vervangen hoor. Ik ga niet. Loop jij die ene kant op, loop ik de andere kant op? Nee! Ja. Dat is oneerlijk. Zit niet te dromen, jongen. Ah, oh, wat? Shit. Wat gooit je me dan weg met bom? Oh! Yes, it's very nice. Pak jij die stempel maar. Ja hoor. Jongens, die stempel is van Steffi Steffi. Oké. Miauw. Oké, ga je het halen? Ga je het halen? Ja hoor, je gaat het halen. Je wilde me weer eraf? Nee hoor, nee, sorry, ik ging te snel. Oké, snel naar beneden en hoppa! We zijn de wolken in, jongens, dat betekent dat we de lucht in vliegen en dan we lekker mogen... Oh, dit level hier. Oh ja. Oké, dit vergt concentratie. Het is wel leuk gedaan. Ja, het is wel heel leuk gedaan. Even kijken. Nog eentje! Oh, dat is niet de enige. Pak jij die? Yeah, ik ga hem halen, ik ga hem halen. Alsjeblieft. Alsjeblieft, kan ik een stun? Nee! Godverdomme. Prachtig. Echt, jongens. Ik heb altijd pech met die dingen. Maar Luigi is ook zo'n slome jongen, hè? Oh. Wat doe jij? Wat doe jij? Nou, je kan niet stelen. Oh! Oh, dat krijg je ervan als je mijn stelletje stilt. Dat klinkt best wel fout soms als je erover na gaat denken. Ja, gaan we redden? Want hier gingen we vorige keer, weet ik nog wel, dood. Ja. Omdat jij te snel ging rennen zonder mij. Moeten we hier nog iets doen? Nee, hè? Nee, we hebben alle sterren. Nice. Vorige keer ging het echt rot in. Ja, dat was echt toen... Ja, maar toen... Oh, wacht. Ah, oh, fuck. Nee, dat haal ik nooit mee. Ah. Oh. Jongens, dit bedoel ik dus, hè. Hier moet ik dus elke dag tegenaan boksen. Hoe kan ik dit nou halen als ik gewoon elke keer van die sneaky klote trucjes uit heb? Maar maakt niet uit, hè. Ik heb de vorige twee levels gehaald. Ik ben er trots op. Ik ga nu gewoon het volgende level proberen weer te halen. We gaan het gewoon zien. Ja. Het volgende level is wel een uitdaging. Oh my god. Dat is flip-floppies. Als je dan eenmaal springt, dan gaan ze allebei flippen. Dat is echt helder. Dat is echt teamwork of je kan iedereen gewoon keihard, die kan gewoon elkaar gewoon pesten. Dit is pure hel. Wee. Zag je dat? Oh my god. Ja, ben je klaar voor? Nee. Oh my god. Oké, dan gaat hij. Oh, wat deed je? Oh. Ik dacht dat ik dood was. Nee joh, dat is straks pas. Het is oefenen. Oh, what the fuck? Sorry, what the fuck gebeurt er? Dat was ik. Ik wil gewoon kapot. Oké. Wat gaan we doen?
Zal ik ook kattenkostuum doen? Dat is wel veiliger, hè? Ja, ik wil safe playen. Oké, zullen we gewoon lopen op deze en dan springen naar voren? Nee! Ja, wat doe je? Wat doe je? Zie ik dat bedoel ik nou? Gewoon puur de schijt op mij en gewoon... Nou... Oh. Nou... Ah, fuck. Nou, Cindy, je moet niet meewerken. Je moet mee. Wacht, ik pak je op, oké? Is dat goed? Nee. Oh my god. Oh, ja. Ja. Oh, ik had hem. Wat? Ik nee. Stond blauw. Oké, wat doe je? Wat gaan we doen? Ik weet het niet. Oké, wat kan... Ah, fuck you! Ik had het level! Oké, ah nee! Zal ik je oppakken? Ja! Oké, kom hier, oh pak je op. God. Jongens, dit is echt, dit vereist zoveel teamwork, dat dit echt niks voor ons is. Maar dat maakt niet uit. Oh shit, oh wacht. Even één keer springen en dan... Yes, zo, oké, dat is een goed begin. Pure hel. Nee, het valt wel mee. Het is gewoon, je moet... In je eentje gaat het allemaal veel makkelijker. Daarom doen we dit ook niet met z'n tweeën nu. Want dan weten we dat we hier gewoon nog 3 dagen later nog zitten. Oké. Oh, kut. Ik kan niet bounce. Wacht. Oh wow, was jij dat 3 keer? Ja, oh shit, dit is lastig. Oh, dit kan ik. Mag ik het doen? Ja hoor, doe maar. Oké. Nu springen. Oh. Nee. Nu springen. Oh, nee. Ik was zo geconcentreerd. Wacht. Vals spelen. Schavuit. Schobbejak. Oké. Je moet nu niet springen hoor. Nee, wil jij me vastpakken? Ja, ik pak je vast. Alsjeblieft. Neem nu mijn hand of zo. Wat zegt die ook alweer? En ik geef je er hoop voor terug. Geef nu mijn hand. Ik weet het echt niet meer. Oh my god. Ja, helder. Nee, we hebben niet gehaald. Ah, jongens. Oh. Bijna wist ik wel, jongens, rustig nou maar. Ik heb wel een beetje... Ah, nee, jij had hem! Ja? Ja, oh, oeps. Steph! What the fuck gebeurde er? Waarom pakte ik je op? Ja. Nou, maar ja, we zijn hier weer. Dus kom helemaal goed, no worries. Gaan we hierin? Ja. Oké. Oh shit, ik word Bah! Mag ik deze weer doen? Ja. Ja, kom hierheen. Die ster verdien ik. Die ster verdien ik hoor. Ah nee! Nee, jongens, zo geconcentreerd. En nog springt ze net een irritante fractie eerder dan mij. Oké, pak ik jou. Laat je even 2 keer geraakt worden door de dood. Laat je even geraakt worden dan. Nee, ik laat er 2 vallen. Laat er 2 naar beneden vallen, anders kan ik je niet oppakken. Oké, kom hier. Oké. Vertrouw in je. Ja, dat mag wel hopen. Ik ben bang. Zo. Ah. Oh. Ah. Oh. Oké. ik heb je gered. Oké, ik ga er wacht, niet meer voor. Wacht even op mij. Pak me op, papa. Oh my god. Niks aan de hand, joh. Gaan we die stempel nog halen? Ja, joh. We moeten gewoon, okay, gewoon blijven staan. Blijven ja. Wachten. Maar ik wil hem hebben. Oké, dankjewel. Doei. Jongens, zo doe je dat. We hebben 29 levens. Gewoon lekker blijven. Oh, wow. Waarom beweegt hij nog een keer? Weet ik veel. Ga ze naar beneden. Ja, what the fuck, man. Er staan er toch geen 2 op? Schrok me de tering. Oh. Hey!
Bovenaan, bovenaan. Ik ben lekker bovenaan. Maar ik denk niet dat ik genoeg punten... Nou, trouwens. Ik heb maar 1 ster niet gehaald. Nou, jij hebt maar 1 ster gehaald. En ik heb een stempel en bovenaan gehaald. Is dat zo? Dus... Kak. I am the winner. I am the winner. Oké, dat is goed om te horen, want het level is een tricky level waar je best trots op moet. Zullen we deze nog even doen? Gokmachientje. Yeah. Ching, ching, ching. Goede afsluit, jongens. Gokmachines, word je altijd blij van. Maar wees voorzichtig met gokken, want gok is echt niet verstandig, jongens. 1, 2, 3. Oké, jongens, 1, 2, 3. Yay! Gokmuntjes! Jee, we hebben onze levens weer terug. Oké, we hebben dus onze levens inderdaad terugverdiend. Ik denk dat we wel iets meer kwijt zijn dan dat we nu net terugverdiend hebben. We zijn in deze aflevering. Ja, we zijn volgens mij 2 keer dood gegaan. Ja, zoiets, ja. Maar goed, we hebben deze aflevering eigenlijk wel weer mooi afgerond. Ja, zo. Zeker. Zoals je ziet, we hebben dus de levels gehaald die we eigenlijk vorige keer al hadden gehaald. Maar we hebben ze nu nog een keer gehaald om ze te halen. Ja? Snap je het allemaal nog? Nou, ik snap het wel. Ik wel. Nou jongens, vond je deze aflevering nou leuk? Geef deze video dan een mooie dikke like. Hè? Hieronder zit een knopje met een duimpje op. Klik er even op, laat je ons weten dat je deze aflevering super tof vond. En subscribe voor de volgende aflevering, want we gaan natuurlijk bijna naar het kasteel. We hebben nog een paar werelden te gaan. Ja. En dat is goede voorbereiding voor de nieuwe Mario. Want als jullie de Nintendo Switch presentatie hebben gezien en de nieuwe Mario trailer, dan ziet dat er ook wel weer spectaculair uit. Die lijkt me echt super tof. En die gaan we natuurlijk volledig spelen. Hij komt pas in de zomer uit. Nee, in de winter. Hij komt pas in de winter uit. Eind maar toch, volgend jaar. We gaan het spelen, dus subscribe. Dus de Nintendo Switch komt volgende maand alweer op deze... Nee, de maand erna. Sorry, ik dacht al dat het even februari was. Sorry. Hij komt begin maart komt hij uit. Dan gaan we natuurlijk lekker spelen hier zo met de Nintendo Switch. En ja, we gaan nog hartstikke veel avonturen beleven. Dus subscribe voor meer afleveringen. En dan zien we jullie volgende keer weer. Tot ziens. Dag.